zo. Voilà. Om te beginnen gaan we eerst een ronde tafeldoek knippen. Ja? We gaan rekenen vanaf de onderkant van de tafel plus 2 centimeter. Ja. En die cirkel gaan we nu tekenen. All right, dan gaan we ze nu knippen. De cirkel rond en we gebruiken daarvoor een kartelschaar. Dat is een goede tip, ja. Anders begint dat onmiddellijk uit te rafelen. En dat is niet de bedoeling. Oké. Okay. Goed, dat is klaar, hè? We gaan een keer kijken wat het mooi oppast. Dit was een makkie, Sarah. Ja, ja. Niet echt het serieuze werk. En daarom zit jij in mijn team. Jij kan stikken. Ja. Voilà. Voor we de tulle aan de tafeldoek gaan stikken, gaan we de tulle fronsen. Hoe doen we dat? Wel, we hebben hier 2 laagjes tulle, dubbel gevouwen, op 1 centimeter van de plooi. Gaan we dat gewoon recht stikken met de grootste steeklengte. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Succes! Ja. Klopt, hè? Ja, hè? Wat heb je dan nog gedaan, zie ik? Ik maak mijn eigen kleren. Is waar? Alles? Ja. Grotendeels. Amai. Vooral voor mijn kinderen ook. We hebben nu 2 draden die door de tulle gestikt is. 1 draadje hou je vast en het ander trek je samen totdat de hele stof gefronst is. Voilà, dat is gefronst. En dan gaan we dat nu helemaal aan het tafelkleed vaststikken. Maar eerst vastspelden natuurlijk. Hè. Voilà, ze. Goed. Voilà, we gaan eens kijken. Hè. Spannend. Een tutu-tafel. Zie ik hier mooi. Het is toch een echte eyecatcher, hè? Goed, hè? Oh, ik vind het echt mooi.